Sinds 1863 domineert de imposante Lambertuskerk, een driebeukige kruisbasiliek, de markt van Veghel. Dit moois is ontworpen door de beroemde Roermondse architect Pierre Cuypers, die later ook de schepper was van het Rijksmuseum en het Centraal Station van Amsterdam. De voorganger van de kerk, de oude Lambertuskerk, was te klein geworden voor de snel groeiende katholieke gemeenschap van het plaatsje Veghel. Op 19 oktober 1863 werd de nieuwe kerk ingezegend door monseigneur Zwijsen, die goed bevriend was met deken van Miert van de nieuwe kerk. De inwijding van de kerk was, voor zo'n kleine gemeente met 4500 inwoners, een waar spektakel. Duizenden bezoekers kwamen af om dit imposante, gigantische bouwwerk, een van de hoogste kerken in Nederland. Een speciaal openingslied klonk: wie Veghel kent, kent Veghels kerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk bij verschillende gelegenheden zwaar beschadigd. Restauratie volgde na de oorlog. Tijdens ons bezoek aan Veghel is in de kerk net een expositie aan de gang van de Brabantse tekenaar Jan Geerling met zijn Lambertuskerktekeningen.